seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Hey beste mensen, daar is hij dan weer. Deskers Olly namens Casper. Ook alweer bij de volgende Duitsland trip. We zijn weer bij deeltje nummer 8 aangekomen. Jawel. Ja, die hebben ons dus een weekje gemist. Ik had een klein beetje technische storing. Ik had gewoon de microfoon niet aangezet. Dus dat filmpje moest ik weer helemaal opnieuw maken. Maar hier is hij dus nu eindelijk. Dit is trouwens aan de rechterkant, afrit 113 naar Nietersheim. Die sluit aan trouwens op de 477 naar Via en naar Zinkersheim. Maar goed, ik had dus inderdaad vergeten om de microfoon aan te zetten de afgelopen keer. Dus ik had lekker het filmpje ingesproken. Blablabla. En ik had hem al geüpload, ik had hem al gemaakt. Ik zet hem op YouTube en ik ben met mijn eindpagina bezig. En ik denk, hé, ik mis mijn eindtekst, de groentools en dikke dag. Ja, toen ben ik toch maar even weer naar het filmpje toegegaan. En ja, toen was ik dus inderdaad vergeten om de microfoon aan te zetten op Steam Deck. Dat is dus niet zo slim. Nee, dus ik kon het dus helemaal weer opnieuw gaan maken. Ja! Even. Een week later is hij dan. Goed, voor de meeste mensen die nog niet hebben gekeken hebben. Ja, we zitten dus nu in deeltje nummer 9. En wij rijden hier momenteel op de nummer 1. En we gaan nog steeds richting Mietvarenparkplatz. Want daar houdt deze weg namelijk op. Afrit 114, daar houdt deze weg op. Hij is nu op de 1. We zijn net over de nummertje 477 gegaan. Weg nummertje 477, dat is de weg tussen Sinsheim en Ingolgau. Voor mensen die nog nooit naar mijn films hebben gekeken, we zijn dus onderweg naar Veusdorf, ons vakantieplekje. We hebben dus 2 uur lang hebben gezeten, lekker vakantie gevierd met mijn zus, met mijn zwager en mijn nichtje. Lekker toeven in Duitsland. We komen zo langs Ratsplatz Engelgau, de A1. En deze krijgt een recensie van een 3,8. Fijne winkel. Oké, zo, die man daar heeft een beetje haast. Aan de andere kant krijgt hij, even kijken, een 4,0. Wat lucht wat hier in een keer verdwijnt uit mijn... Ja, je weet wel. Hier is trouwens die parkplaats. Aan de rechterkant. Hier zit dus Rastplatz Engelgau. Tenminste, ja, hier komt die. Hier, daar is die. Die krijgt dus een... aan die kant dus een 3,8. En aan de andere kant krijgt hij een 4,0. Even kijken of ik de mensen krijg. Geen banken, geen schaduw. Oké. Nou, lekker dan. Top. Oh, maar ik zie een foto met woonbankjes. Wat gaat die fout? Apart. Goed, we gaan straks nog een klein beekje over. Een beekje zonder naam. Yep. Volgens is de nummer 1 straks aan de rechterkant. Oh, de rechterkant moet eventjes laden. Kom langs Armoedsbach met Zettenbachen Zudig Tondurt. Nou, ik weet niet of ik het goed heb uitspreek, maar het komt wel weer goed. Dat is hier zo, aan de rechterkant. We gaan zo even de vrachtwagen voorbij, de DHL. Oh, reclame. En dan straks houdt deze weg op. Dat is bij afrit 114, dat is hier zo. Dat is afrit 114 Blankenheim. En deze weg die sluit dan aan weer op de 51. Hij gaat dan nog door deze weg, maar dan wordt het een... Nee, niet, want dan gaat hij... hij slaat aan op de L115. Oké. Ik denk maar dat we hier dan zometeen ook naar rechts gaan. Of wij gaan rechtdoor, kan ook. Altijd maar even de vraag. Waar gaan we heen? We volgen nog steeds die Kia Ceed voor ons. Dat is mijn zwager. Hier is dus die afrit. Wij volgen de... Oh, dat is leuk. Wij volgen de weg, dat is de... L115.
hier zo. Nou, dan krijgen we zo meteen een flauwe bocht. En dan haken we gewoon aan op die L115. Tenminste, als alles nog goed gaat. Ja, ik denk dat alles nog wel goed gaat trouwens. Ja, ik zit een beetje te kijken. Ja, ik had eigenlijk dit filmpje gewoon veel eerder moeten gaan maken. Want ik weet soms nog god niet meer waar ik nou ben. Ja, dus dan zie ik iets in te spreken, maar dan weet je god niet meer waar je nou eigenlijk precies bent. Hier is die flauwe bocht. Dan haak je hier aan op die 115. Je hebt er ook afgekund trouwens, dan kom je ook op die 115 uit. Maar goed, wij kozen dus voor rechtdoor. Hier dat zo, het weg van rechts, dat is dus weer die weg die dus, ja, die afslag van hier net voor was, op deze weg. Wij gaan even kijken, linksaf, dan volgen we de 115. Een beetje een lokale weg is dat. We zijn nu echt wel in de buurt van Veusdorp al. Dat is nog een kleine parking. En een parkplaats, dat trouwens geen zin is bij. Ja, nou begint ook de boel wat mooier te worden hoor. We krijgen nu wat meer heuvels. Het zijn wel leuke weggetjes trouwens om te toeren. Ook voor de mensen met de motor. Hè? Het zijn echt wel leuke weggetjes. Niet te hard rijden, anders krijgen ze een bonnetje. Als je nog te hard gaat rijden, krijg je van dat rare streepjes op je auto of op je motor. Word je ook niet vrolijk van. Wees een heer in het verkeer. Maar goed, wij gaan ze nog steeds de 115 volgen. Kijk, dat vind ik dan wel jammer hè. Krijg je weer zo'n rare Mazda V voor je. Dat vind ik dan wel een beetje jammer van het uitzicht. Beetje apart, zo zeggen. Ja, dit is ook een beetje het gebied waar het was overstroomd toen in die periode. Straks kom je straks. Oh, we gaan hier trouwens weer afslaan. Oh, oké. Ik neem aan dat dit dan de Wienstrabbe wordt. Hey. Ja, nogmaals, we zitten hier, we moeten soms een beetje links en rechts slaan, want inderdaad, wat ik al net zei, sommige wegen zijn afgesloten vanwege de overstroming. Dus af en toe hebben we een soort detour. Ik aan dat dit dus nu de Wienstrabe is, Strabe. Dus ik hoop het wel. Dus straks moeten we langs de EWP langskomen, de EWP Ron Riet WEA1. Ik heb nog geen idee wat dat is. Ik krijg wel een recensie 5.0. Oké. Ik denk aan dat die nog steeds is. Ik kijk eventjes naar. Want vroeger was die L115 nu afgesloten. Ja, dat lijkt me haast nog wel dat het de goede weg is. Dat zijn leuke weggetjes, hè. En dan vroeger die wel even genieten van het uitzicht. Heel apart. Kijk, dit is toch wel mooi, hè. Dit is Duitsland op en top. Geniet even van het uitzicht. Blijf stil. Ik word hier gewoon een beetje emotioneel van. Magnifiek beeld hè. Super, super, super gaaf. Super mooi. Ja, ik vond het wel een leuk werkje om te rijden. We gaan dus nu richting Riet. Tenminste, ik neem aan dat we richting Riet gaan. Kan ik het telefoontje weer opnieuw gaan inspreken. In ieder geval wel. Kijken of we nou een beetje in de buurt zitten van Veusdorp. Ja, moet ik nog wel. Ik denk dat dit nog wel steeds de goede weg is. Want straks moet er nog een beekje liggen. Het beekje moet dan aan de linkerkant liggen. Dan zeg ik een beetje hoera, want dan weet ik namelijk ook dat we op de goede weg gaan zitten. Dan zou ik gewoon zeggen dat ik niet van lekker patat zit. Ja, maar dat zonnetje er nou net niet doorheen kwam. Want als het zonnetje er echt doorheen komt, dan heb je natuurlijk nog mooier beeld. Beter beeld. Mooier beeld, beter beeld. Maar dit is echt adembenemend mooi dit. Ja, ik ben even stil. Ook dat mijn zwaarder behoorlijk zin in gaat krijgen met qua rijden. Het begint ook een beetje meer te gassen. Ja, dat mag best wel een keer. Had een nieuwe auto dus. De
dan moeten we zometeen langskomen langs SOS Doc Souls. Uit vrijwilligers voor je werk in Leeds. Ik zie dat beekje nog niet, dus ik ben bang. Ik zit nu aan de rechterkant, dat beekje. Kan ook. Het is maar een klein beekje, het is de Rietser Bach. Het begint nou ongeveer hier zo. Het is nog een. Hier is Rietz. We zitten nog steeds op de goede weg. Jee! Hier komen we door het dropje Rietz in. Hier zit er een chauffeur weer. Zoals we als een bushalte. Bushalte 17, 766 en bushalte voor de lijn 832. Ze noemen het op de taal. Talstraten. Ik zeg het nog goed, volgens mij. Dat komt goed. Ik krijg straks een kruispuntje. Dat is hier zo. Hier draaien wij, als het goed is, als ik nog snel even zie. Ja, dit is een straatnaam zonder naam. Oké, we gaan nu weer richting de 258. Richting de 258. Aan de linkerkant ligt weer het beekje Rietserbach. Oh, de fietsen voorbij gaan. En volg deze weg nu tot en met de kruispunt van weg 258. Dit was dan weer voor deel 9. Ik wil jullie bedanken weer voor het kijken. Hou me het al in de gaten, want het wordt alleen maar mooier straks. De laatste stukjes richting Veusdorp is echt een heel leuk gebied om te rijden. En hou me het al in de gaten, want we gaan daar volgende week weer mee verder. Dan gaan we richting weer het mooie dropje Veusdorp. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren. Druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden. En nogmaals mijn excuses dat deze video dus een week te laat kwam. Maar ja, het doet niet toe. Het is er nu. Ik zag voor jullie nu groen toedels en een dikke dag.